maakte heel Capulet in de Italiaanse stad Verona plannen voor een feestje. Hij was ervan overtuigd dat er niemand van de familie Montagu zou komen. Want de Capulets en de Montagu's hadden al jarenlang ruzie. Zelfs hun bedienden vochten met elkaar. Maar heer Capulet vergiste zich. Romeo, de zoon van heer Montagu, en zijn vriend Benvolio kwamen in vermomming naar het feest. Romeo was namelijk verliefd op Rosaline, een nicht van Capulet. Maar Romeo vergat Rosaline onmiddellijk toen hij Julia zag, de mooie dochter van heer Capulet. Hij was helemaal verliefd op haar. Helaas werd Romeo herkend door heer Capulet op vliegende neef Tybalt. Maar heer Capulet wilde niet dat er op zijn bal gevochten werd. En daarom heette hij Romeo welkom. Romeo maakte Julia het hof en al gauw was hun liefde wederzijds, ondanks de familievete. Na het feest rende Julia naar haar balkon om de sterren over haar liefde voor Romeo te vertellen. Romeo waagde zijn leven door tegen de muur op te klimmen en Julia te ontmoeten. Het verliefde stel besloot in het geheim te trouwen, zodat hun families haar niet meer konden scheiden. Bij zonsopgang kreeg Julia's kindermeisje haar eindelijk in bed. Romeo ging snel naar broeder Laurence. De broeder stemde erin toe dat de geliefde te trouwen, om zo een einde te maken aan de familievete. Later die ochtend kwam Julia ook naar de kapel en de broeder trouwde het gelukkig paar. Toen namen Romeo en Julia voorlopig afscheid van elkaar, want broeder Laurence moest eerst hun familie over het huwelijk vertellen. Op weg naar huis kwam Romeo zijn vrienden Benvolio en Mercutio tegen, die door Tybalt werden lastiggevallen omdat ze omgingen met een Montagu. Door zijn huwelijk was Romeo nu familie van Tybalt en probeerde hij een gevecht te voorkomen. Tegenvoegd, Tybalt en Mercutio gingen elkaar te lijf en Mercutio viel dood neer. Woedend over de dood van zijn vriend Romeo, Tybalt een dodelijke slag toe. De vorst van Verona had genoeg van de ruzie in de families die de vrede verstoorden. Toen hij over het gevecht hoorde, verbande hij Romeo. Arme Julia, haar neef gedood door Romeo en Romeo zelf verbannen. Bij zijn gedwongen afscheid smeekte Romeo haar om vergiffenis. Pas tegen de ochtend gingen de geliefden uiteen. Ze hoopten dat broeder Laurence gratie zou kunnen verkrijgen voor Romeo en hun families zou verzoenen. Maar heer Capulet, die Julia wilde troosten na de dood van Tybalt, had tegen haar trouwe aanbidder Paris gezegd dat hij donderdag met haar mocht trouwen. Julia weigerde vol afschuw, maar durfde niet te vertellen dat ze al met Romeo getrouwd was. Julia smeekte broeder Laurence om hulp en samen bedachten ze een ingewikkeld plan. Julia ging naar huis en stemde geheel volgens plan toe in het huwelijk met Paris. Voor de bruiloft nam Julia een drankje waardoor ze 42 uur lang dood zou lijken. Toen haar kindermeisje haar wilde wekken, leek Julia volkomen levenloos. Wat een bruiloftstoet had moeten zijn, werd een treurige rouwstoet. Julia werd naar haar familiegraf gebracht, waar Romeo haar volgens het plan van de broeder zou komen redden. Maar de brief waarin de broeder Romeo inlichtte over het plan kwam niet aan. En een boodschapper vertelde Romeo dat Julia plotseling gestorven was. Romeo kocht gif en ging naar het graf. Daar trof hij Paris, die hem wanhopig en verdriet aanviel. Romeo doodde hem met zijn zwaard. Daarna gaf Romeo Julia een zoen en trok het gif. Broeder Laurence, die nu wist dat zijn brief Romeo niet had bereikt, kwam net te laat. Door zijn schreeuw van ontzetting werd Julia wakker en zag Romeo dood naast zich liggen. Er naderden stemmen en de broeder vluchtte. Maar Julia wilde niet leven zonder Romeo. Ze pakte zijn dolk en stak zichzelf neer en viel dood op het lichaam van haar man. Toen de families Montagu en Capulet dit tragische tafereel aanschouwden, treurden ze diep over de gevolgen van hun vete. Heer Capulet en heer Montagu beloofden elk een gouden standbeeld op te richten voor het kind van de ander. Zo kwam er met de dood van hun geliefde kinderen Romeo en Julia een eind aan hun strijd.